Goedemorgen allemaal. We gaan alvast eventjes de lucht in. Dan kan ik ook nog even iedereen taggen die ons nog even moet zoeken. Nou, we hebben weer een hele leuke actie voor jullie, hè, deze week. Want je shopt weer de hele week alvast met 20% Black Friday korting. En dat is natuurlijk maar één weekje, want anders is de chaos hier niet meer te overzien, moet ik altijd eerlijk zeggen. Er staan nu alweer ontzettend veel mandjes klaar na twee lives. Minimale bedrag dus om te bestellen voor je tikkie mandje, dat is 40 euro. En dat is dan dus wel 40 euro als de korting er al af is. Dus je kunt natuurlijk alles bestellen wat je wilt. Ik zal straks, als Karin haar kaartje gemaakt heeft, ook nog even een rondje winkel doen. Kun je ook vragen wat je graag wil zien of waar je wilt dat we naartoe lopen. Kan allemaal, dat zullen we dus de rest van de week ook doen. En we zullen alles uitgebreid laten zien dat we ieder hoekje van de winkel weer gehad hebben. Ik ga dadelijk dus het woord aan Karin geven. Karin gaat een hele leuke zoete kerstkaart maken. Daar gaat ze ook het vlokpoeder bij gebruiken. Dat is alweer een tijdje geleden dat die aan bod is gekomen. Maar dat is ook wel een hele leuke. Dus ik zou zeggen, kijk lekker mee. Wil je bestellen? Beschrijf het goed, hè, dames. Dus artikelnummer en omschrijving. En dan zorgen wij weer dat het juiste in jullie mandje komt. Dus ik zeg veel plezier met deze workshop. Zo. Wil jij van mij nog even de pochette hier pakken? Ja, die pak ik. En ik zal de kombi hier pakken. Ja. Zo, goedemorgen allemaal. Even de spulletjes nog even eruit. Het zakje halen. Zo. Ik ga vandaag met jullie een kaart maken voor kerst. Van Card Deco, de Folding Card Stencil Lemon Breeze, een envelop. Met een tag. En die tag zal ik je laten zien die op verschillende manieren erop gemaakt kan worden. Zo. Even kijken, dit is de voorkant. Zo. Dan heb ik van wit cardstock of crème heb ik in deze keer gebruikt. Heb ik hem eerst helemaal de buitenkant een keer omgevouwen of omgetrokken. En dan pak ik meteen, ik teken het niet. Dat heb ik jullie vorige keer ook al gezegd, dat vind ik zonde. Want dan staan hier potloodlijntjes op en je kunt ze uitgummen, maar ik vind dat blijf je altijd iets zien. Dus wat ik eigenlijk altijd doe, en dat is eigenlijk heel makkelijk, want je tekent hem gelijk over. Ik leg het dan erop, tekent hem over. En dan ga je meteen die middelste. Je hebt hier drie, hè? Dit is de lijn van dit designpapier. Dit is de lijn van dat designpapier. En dit is de rillijn, de middelste. En die zit hier ook. Kijk. Dus die pakken we één keer. Dan pakken we ook gelijk deze. Snijden we ook gelijk de buitenste randen. En dan pakken we hier de buitenste lijn. Dus de binnenste is weer van het designpapier. En de buitenste lijn is de ril. Dus die kun je dan rillen. Als je dat meteen doet, nou is het hier niet zo erg. Hier zou je kunnen tekenen, want dit valt allemaal aan de binnenkant. Dat zie je niet. Maar zo doe ik het altijd. Ik vind dat je, hij staat op het patroon dat hij hier komt. Ik doe hem nu ook hier. Maar je kunt hem hier doen. Ik vind hem zelfs leuk om hem hier te doen. En dan zou ik hem iets kleiner maken zo. Dat je hem zo kunt doen. Of dan hier. Maar je kunt hem ook hier voorop doen. Dus je kunt hier echt wel veel kanten mee op. Maar ik ga hem nu
hierop doen. En ik doe altijd als eerste dit erop. En dan schuif ik het designpapier eronder. Oh. Kom dicht. Goed kijken met die vouw, dat je niet in deze vouw zit, want dan vouwt hij ook een beetje moeilijk. Kijken wat ik dan doe, is deze er gewoon onderschuiven. En dan heb je nog eens kans dat hij even blijft steken op dit randje. Dus je zou, ik heb hem nou helemaal tot beneden gedaan, maar ik kan hem ook tot hier afsnijden. Hè. Dan, je hoeft hem niet helemaal te pakken. Zo. Ik weet nog niet welke kant ik erop doe. Dit laat ik nog heel even zo. Ik heb wel ook een tag gemaakt. Dan zal ik eens even opmeten hoe groot dat is. Die is 9,5 bij 14,5. En dan heb ik met een ponsje. Als iemand wil weten welke pons het is, dan kan ik straks wel eventjes doorgeven aan Jolanda welke dat ik heb gebruikt. Maar je kunt natuurlijk met elke pons een leuk randje, een afronding. Dit is wel een hele leuke overigens, want het is een ticket. En ik ga deze met de magneetjes sluiten. Dadelijk. Dan ga ik eerst altijd de binnenkant doen. Omdat ik hier en ook meteen aankleden. Want dan wordt hij wat dikker. En dan kan ik daarna de stand van de magneetjes bepalen. Dus dat vind ik het fijnste. Dan had ik dit hier bedacht. En dit hier bedacht. Kijk, want dan loopt het patroon door. Zie je? Dan heb ik allemaal uit één en hetzelfde gesneden. Dat het patroon helemaal doorloopt. Dit is heel mooi papier. Ik zal het jullie even laten zien. Ik kan denk ik niet bladeren, moet ik misschien straks maar in de winkel doen. Dit papier is 16,99 en dat is Frosty and Bright. Is heel mooi kerstpapier. Ik weet niet of ik het zo een beetje kan laten zien. Maar echt, ja, prachtig papier. Met de roostinten. Ik heb er al veel in geknipt. Frosty and Bright. 16,99.
Nou, deze kan ik er dan even nog niet op plakken. Die leggen we even daar neer. Nou, dan heb ik heerlijk met de boompjes van Kraftlab. Dat is deze. Ik weet niet of je een beetje speelt. Dus de Pine Trees van Kraftlab. Die is €8,99. Dat is CD874. Die heb ik uitgestanst. Ik ga het daar ook een keer voor doen. Deze heb ik al gedaan. Maar die heb ik uitgestanst. En dan plak ik eerst dit papier. Dit is een stickerpapier. Dus plak ik eerst dit papier op. Kijk, dit is aan twee kanten een sticker. Dus dit plak je gewoon op een stukje papier. Dan leg je je malletje erop. En dan heb je eigenlijk een sticker gemaakt van je malletje. Daarna heb ik hem het stickerpapier eraf gehaald. En heb ik het vlok erop gedaan. Dus, je kan niet veel kunnen zien. Maar het is echt mooi. Dus hier zitten ook nog glittertjes in. Het is echt een heel mooi kerstboompje. Dan heb ik deze twee. En kijk, dit is gewoon het papier. En dit is dan de sticker. Die ga ik dadelijk hier, maar die ga ik even met jullie doen. Maar dit wil ik met een beetje foam opplakken. En deze plak ik gewoon op. Even goed dicht plakken. En ook de andere een beetje verhoogd. Even wat lijm op. Zo. En deze ga ik met jullie even kijken. Het groen heb ik hier. Het bakje heb ik hier. Even een haakje pakken. Even een gepiel. Maar kijk, zo maak je er een sticker van. Oeps. Dan rooi ik. Even losmaken ze een beetje. Dan rooi ik het zo eroverheen. Je ziet ook dat het echt vlokjes zijn. Dan bedek ik hem helemaal. Even vast.
Even goed erop drukken. Kijk, hartstikke mooi. Eeltjes hierin. Oh. Want die doe ik dan. Doe ik dadelijk wel een bakje. Dit bakje is ook hartstikke fijn. Het overgetollige doe je hierin en dan gaat het zo je potje in terug. Lijm. Zo, we hebben dit even weg. Dan ga ik de bovenkant weer plakken. Kijk, nou is hij wat dikker, dus dadelijk... Oh nee, de bovenkant kan ik niet plakken, want eerst het met het magneetje doen. Kijk, nou wordt hij wat dikker. Dus dan komt het magneetje. Als je dit van tevoren doet, dan wordt hij een beetje krap. Wat ik nu heb gedaan is één kant van het magneetje erop plakken. Dan laat ik de andere er gewoon opvallen. Daar doe ik een stukje tape op. Haal ik eraf. En doe ik hem dicht zoals ik hem zou willen doen. En dan zit hij hieronder. Dan kan ik deze tape afhalen. En dan kan ik het erop plakken. Dan is het gelijk weggewerkt. Even opletten bij het magneetje dat hij eventjes goed plakt hier. En dus je toebedoellijn moet je heel eventjes vasthouden. Dat je ook echt de kans krijgt om te plakken. En dan gaan we naar deze kant. En daar plakken we deze op. Kijk, dan is het magneetje mooi weggewerkt. De voorkant erop. Dan heb ik hetzelfde gedaan met deze mal.
het woordje kerst. Die heb ik ook uitgestanst met een sticker, een stickertje van gemaakt. En daarna met de vlok gedaan. Hier zitten ook stempeltjes bij. Dus ik heb hier fijne, je kunt fijne, gezellige groetjes, mooie kerst. Dus ik heb fijne gestempeld. En deze stempel is €9,99. Kool 1338. Van Marianne. Kijk, en zo heb, die heb ik met roze gedaan. Er zit ook een glittertje in. Was hartstikke leuk bij papier. Gaan we even. Lijmbord doen. Dit is met het vlok pink gedaan. Dat is deze. Vlok pink. €2,50 een potje. Met allemaal van die vlokjes in. En de andere groene is dark green. En we hebben nog wel meer kleurtjes hoor. Ze zijn echt leuk. Ik heb bruin, zwart, blauw, babyblauw, groen. Maar we hebben ook een combideel. Combideel van 3, 6, 9, 12 potjes. En is van €29,99 voor €21,99. Dan heb je alle kleuren. En het is gewoon hartstikke leuk spul. Je maakt echt een... een mooie verdieping, mooi beetje fluffy wordt hij dan. Ik vind het hartstikke leuk. Nou. Dan denk ik toch. Dat ik dit er zo op doe. Misschien had ik het te druk gevonden. Zo. En dan ga ik hier nog een leuke tekst op stempelen. Dat doe ik. Met de knallende kurken. Ik denk toch dat ik weer dit gedichtje pak, want die vind ik gewoon hartstikke leuk. Nou, weet je wat ik dan doe? Dan leg ik me vast met de velletjes van Marianne. Zo. Even kijken hoor. Zo moet die.
En dan. Nog een keer de inkt en dan is je mooi zwart. Mooi diep zwart. Even vast blijven houden dat hij de kans krijgt om de inkt op te nemen. Ja. Kijk. Zo. Nog even drogen. Dan heb ik nog. Laten we hem even drogen. Een leuk. Ponchetje, die doe ik er nog even op. Dat is die van de aanbieding van Hobbies. Van €8,99 voor €4,99. Dit is gewoon een hele leuke ponchetje. Even kijken. Twee keer. Of door eentje hier en eentje hier. Dat ik er eentje hier doe. En eentje hier. Maar doe ik eigenlijk altijd twee bij elkaar. Even kijken wat die leuker is. Die heb ik ook gewoon uit het designpapier geknipt. Die bol ik dan een beetje op. Zo. En dan heb ik de blaadjes, omdat het wit kaartstok is, heb ik de blaadjes gewoon van wit kaartstok gedaan. Het is leuk om een beetje te buigen zo.
blaadjes een beetje omhoog zetten. Zo. Kijk, dat was hij. Doe ik straks, als het een beetje gedroogd is, doe ik hier met de parelpen nog even een pareltje erin. En dan heb je een leuke kaart. En dan kan je hier een eigen boodschap nog opschrijven wat je wil. Dus dit was de kaart die ik jullie wilde laten zien. Van deze gemaakt. Jolanda zal het daar nog wel eventjes in de live laten zien. Dan ga ik jullie nu even naar Jolanda geven. Jolanda? Ah, is leuk geworden, Karin. Ja, hè? Waar had je je vlok aan de binnenkant? Ga ik dadelijk even... En de binnenkant. Ja. Hoeveel was deze ook alweer? 9,99. Dat is ook een hele leuke set, hè, dames. Deze set kerst. Uit de collectibles serie. Met het grote standwoord kerst. En dat kun je weer combineren met deze teksten. Fijne, gezellige kerstgroetjes en mooie kerst. Nou, de mal die Karin gebruikt heeft, dat is een hele leuke envelop tekenmal van Card Deco. Nou, ik mag natuurlijk al deze Card Deco mallen mag ik ook ontwerpen, hè? Dat weten jullie inmiddels ook wel. Deze envelop tekenmal die heeft het nummer CDEST030 en die is 6,99. Daar kun je dus een envelop mee maken. En dan heb ik er ook nog een klein stenseltje bij gedaan waar je een pocket mee kunt maken. Dus... Dat is ook een leuke, die heeft Karin dus gebruikt. Je shopt natuurlijk alles weer met je 20% extra Black Friday korting, hè, dames. Ik zal dadelijk ook even naar de vlokjes toe lopen. Voor vlok hebben we sowieso een hele scherpe aanbieding. Want we hebben in het vlokpoeder hebben we 12 verschillende kleurtjes. Nou, als je die complete combi-deal wilt bestellen, dan betaal je geen 29,99, maar 21,99. En dat zijn dus deze leuke potjes met dat vlokpoeder. Nou, Karin heeft dan natuurlijk net uitgebreid laten zien hoe dat het vlokpoeder werkt. Die video zullen we natuurlijk ook op ons YouTube-kanaal zetten. Kijk, hier ook bijvoorbeeld het woord kerst. Heeft ze ook in het vlokpoeder gezet. En ik zag dat ze bezig was met die boompjes. Nou, die boompjes die zijn dus echt net echt zo fluweelzacht, hè, met het vlokpoeder erop. Nou, denk je van, ik wil eerst gewoon een paar potjes vlok uitproberen. Dat kan natuurlijk ook. Want we hebben al die potjes vlok natuurlijk ook los in de winkel in heel veel kleurtjes. Nou, dit is bijvoorbeeld... Oh nee, hierboven zit die. Die kerstgroene die Karin gebruikt heeft. De losse potjes vlok, die zijn €2,50. En daar krijg je natuurlijk ook je 20% Black Friday korting krijg je daarop. En dit is die zachtroze die Karin had gebruikt. Die is ook heel zoet. We hebben ook het vlok alleen met de glittertjes hebben we in de winkel. Want dat vond ik eigenlijk de mooiste serie... Kijk, dus er zit ook een beetje zo'n glimmerlaagje zit er ook nog op. Dus €2,50 voor de losse potjes met vlok. Kijk, en hier zie je dus ook hoe Karin die envelop gemaakt heeft, hè, met die tag erin. Dit tekenmalletje zit dus ook bij die Card Deco set nog erbij. Karin heeft er een label in gemaakt. Daar heeft ze natuurlijk ook weer onze Bella Lulu stempel knallende kurken voor gebruikt. Er zit ook lekker van die grotere teksten zitten erin. Dat als je een label gebruikt, dat het eigenlijk wel een beetje labelvullend is. De stempelset knallende kurken, dames, die is €12,99. Die is van ons eigen merk Bella Lulu. Die kan natuurlijk ook nog weer in je tikkiemandje mee. En ik ga even kijken dat mooie papier wat ze gebruikt heeft. Die ligt hier een beetje in ons vintage hoekje. Dat is dit toffe blok van Crafters Companion. En dat blok dat heet Frosty and Bright.
zijn eigenlijk best wel veel een beetje algemene prints die je eigenlijk voor achtergronden altijd wel kunt gebruiken. Kun je bijvoorbeeld ook de Friends poppetjes weer opzetten als je dat leuk vindt, hè? Het blok Frosty and Bright, dat is een groot blok op 30,5 formaat. En die is €16,99. Mag natuurlijk ook je Black Friday korting weer vanaf. En we hebben hier nog een paar andere mooie blokken. Deze zag ik ook van de week in de nieuwsbrief voorbij komen. Enchanted Dreams is dit blok. Die is ook echt onwijs mooi. Die is ook €16,99. Ook van hetzelfde merk weer. En dat is een wat zoeter blok, zie je wel. Ook een hele mooie met allemaal van die watercolorprints. Meestal achterop staan alle printjes op. Kijk, hier kun je het eigenlijk beter zien. Dus dit is ook een groot blok op scrapformaat. En die heet dus Enchanted Dreams. Ook €16,99. 20% korting eraf, dat is toch lekker hè dames. Ik heb hier nog een aantal setjes van Paper Favorites. Die kosten altijd €6,99 voor als je bijvoorbeeld graag dieptekaartjes maakt. Deze is ook weer binnen, want die was een poosje op. De set Christmas Cats and Dogs. Allemaal met van die gewijtjes op. Dan krijg je in een pakje 8x3 velletjes in A5 formaat. Deze is ook snoezig. Dat zijn de Baby Animals van Paper Favorites. En dit is ook een heel tof basisblok. Dit is een beetje houtstructuur met een sneeuwvlokje eroverheen. Winter Woods heet deze. Dus al die blokjes zijn €6,99. Nou, hou je van vintage? Dan is deze ook leuk, het blokje Tea Time. Ook weer 24 vel en ik zie dat ik nog één pakje heb. Deze kon ik niet meer bijbestellen. Van die vintage plaatjes met shabby dogs. Allerlei verschillende hondjes, dus ook dan weer die grote prints, hè. Dus daar zou je dus ook weer dieptekaartjes mee kunnen maken als je dat leuk vindt. Dan ga ik even naar de andere kant. Mijn journals liggen hier. Ik zal echt proberen of mijn journals altijd in de winkel liggen. Want jullie vinden dat leuk om erin te bladeren als je komt. Aanstaande zaterdag wordt het ook weer leuk in de winkel, dames. Want je krijgt in de winkel zaterdag dus ook 20% Black Friday korting aan de kassa. Dus dat wil zeggen dat je ook zaterdag je tikkie mandje op kan halen. Nou, daar kregen we heel veel vraag naar. Omdat er natuurlijk zaterdag 3 make and take zijn. Waar het heel druk gaat worden. Ook onder andere Yildiz die met de nieuwe Fairy Bells aan de slag gaat. Je kunt je nog opgeven voor een van deze make and takes van aanstaande zaterdag. Dan moet je even bellen naar de winkel. Dan kijkt Karen even wat er nog vrij is. En voor welke tijdsblokken dat je nog kunt reserveren. Maar bij Yildiz mag je in ieder geval met dit nieuwe papier van Fairy Bells een leuk label komen maken. Dus dat wordt echt weer leerzaam. En 20% korting dus zaterdag op alles in de winkel. Ik ben in mijn kleine journal hier al bezig. Hè. Dat is dat zwarte journal van Paper Fuel. Als je wat kleiner boekje wilt maken. Dat zijn deze journals. En die kosten €11,50. Dat is dus het kleintje in het zwart. En hier ligt dus ook mijn grote journal. Deze moet ik nog afmaken, die pagina. Maar dit is ook met het nieuwe collagepapier Christmas Elves. En dat is deze toffe set met daarin 24 vel op 20-20 met van die mooie collagepapiertjes met die elfjes erop. Dit setje is €8,99. Daar krijg je ook je Black Friday korting overheen. En nou, ik had dus ook zowel hier als in mijn grote journal heb ik dat nieuwe populaire Mask Stencil Starry Night ook gebruikt. Dat is deze. Die is van Bella Lulu. Die kun je dus alleen bij ons kopen. Die is €4,99. Ik moest even nadenken. Een mask stencil met mooie kleine patroontjes. Oh, en deze wil ik jullie ook even laten zien. Want er is een nieuwe set met crayons. Dit is de set crayons nummer 10. Met ook weer van die mooie natuurtinten. De sets met crayons die zijn €13,99. En ook de populairste set, de crayons nummer 3, die ik altijd gebruik, die is ook weer binnen. €13,99 kostte die dus. De opbergblikken,
Ik zie dat die platte blikjes waar we de crayons in opbergen, die zijn er nu niet. Maar we hebben wel deze blikken van distress. En dat zijn, dit zijn de blikken om dus je flesjes in op te bergen. Dus zoals bijvoorbeeld de Mika Steen. 13,99 zijn die. En we hebben nu ook blikken voor je oxides. En de blikjes voor de oxides, die kosten 13,99 ook. En daar passen dus 15 oxide inkten kun je daarin doen. We hebben ook weer modpotjes terug op voorraad. Er was ook een poosje niet leverbaar. We hebben twee verschillende uitvoeringen. 236 ml en we hebben de 118 ml weer terug op voorraad. Dus als je nog zonder modpotje had, kun je dat ook weer bestellen. Ik ga even hier gluren, want Jeroen is hier aan het verbouwen. Oh nee, het is nog niet klaar. Kijk eens, hij gaat alle oxides hier mooi op ooghoogte hangen. Dus straks kan Karin die rekken ook weer aanvullen. Dus dat krijgt een handig plekje. Ze stonden provisorisch even een tijdje op de toonbank natuurlijk. Omdat we ze nergens anders even kwijt kunnen. Maar vandaag is er dus tijd om even ruimte te maken. Zodat we ze ook een net plekje kunnen geven. En voor jullie ook op ooghoogte. Zodat je ook goed kan zoeken als je een kleurtje oxide wil. We hebben dus alle 70 de kleurtjes hebben we ook op voorraad. Je mag dus ook als je bijvoorbeeld zaterdag komt. Hè, dames, mag je ook nu al je bijvoorbeeld je oxides of iets anders wat je wilt reserveren. En dan kun je zaterdag in de winkel dus je mandje meenemen. Dat is ook verder geen probleem. Dan heb je in ieder geval niet het risico dat je mispakt. Want ik denk dat het echt heel druk gaat worden zaterdag. Hè, we doen ons best altijd om de voorraad op peil te houden. Maar het vliegt er hier altijd net zo hard weer uit omdat het erin komt. Dus we doen ons best. Vanmiddag om 1:30 dan is Joyce ook weer live, dames. Die gaat een stempeltje inkleuren met Copic, want dat was ook weer even geleden. We hebben namelijk hele leuke setjes van Crafters Companion binnen. En Joyce gaat bijvoorbeeld vanmiddag deze kleuren. Dit zijn hele betaalbare setjes met clear stamps. Die kosten maar €4,99. Gaat nou dus ook nog je korting overheen. Deze gaat Joyce vanmiddag gebruiken. Have an ice day. De stempelset van Crafters Companion. Kijk, en je krijgt hier ook nog teksten bij. Have an ice day, there's no one like you, let it snow. En wat staat hier nog? Skating by to say Merry Christmas. Dat is de eerste. We hebben daar een hele serie van. Die laat ik wel meteen even zien. Want als je toch aan de kleur bent, vind je dit misschien ook wel leuk. Making spirits bright. De pinguïn met de lampjes. Zo mag je hem van mij ook noemen. Dan weten we wel wat je bedoelt. De derde, dat is de pinguïn in het kerstcadeautje. En de vierde, die is ook snoezig. Kijk eens, dames. De pinguïn als engeltje. En Joyce zal vanmiddag ook laten zien, als je nog niet zo'n hele goede kleurder bent, of je bent nog aan het oefenen, dan zijn dit soort plaatjes zijn gewoon wat makkelijker om mee te beginnen. Zwart is natuurlijk sowieso niet zo heel ingewikkeld. Dit is de laatste. Die heet Christmas Hugs, de pinguïn stempel. Dus dat komt vanmiddag om 1:30 aan bod, dames. We laten de tikkie natuurlijk verder gewoon openstaan. Hè. Als je nog iets anders wilt bestellen, dan gooi je het er maar gewoon in. We hebben zaterdag ook bijvoorbeeld de voorraad van die mannencollectie weer aangevuld. Dit is een tekenmal die ik ook weer voor Card Deco heb mogen maken. Waar Karen dus deze mannenkaart mee gemaakt heeft. Dat is deze. Dit tekenstencil heeft het nummer CDEST047. En die heet Man Suit. Van Card Deco. Van Card Deco hebben we dus ook die blokjes. Het eerste blok met designpapier is We Are Man. Die kost €6,50. Er zitten trouwens ook leuke labels en zo zitten erin. En standsplaatjes. Kijk, zie je? En dan allemaal van die stoere prints. En dan hebben we ook een effenblok erbij. Dat heet ook We Are Man. Dat is het effenblokje voor €4,99. Dat is dus ook allemaal weer aangevuld. We hebben ook het Hobbyzine magazine waar allemaal mannenkaarten inspiratie ook in staat. Je krijgt de stans van Mabel Mouse, krijg je er ook bij. Hobbyzine nummer 63 kost €8,95. En Mabel Mouse die is natuurlijk ook los te koop. Dit nieuwe standje van Anna ook voor €4,50. Nou, die blokken die zijn weer besteld, maar die gingen gisteren ook heel hard. Studio Light heeft dus blokken gemaakt met allemaal uitdrukdoosjes.
en allerlei leuks om het aan te kleden. Dus je hoeft die doosjes alleen maar uit te duwen en dan kun je ze op gaan pimpen. De blokken zijn ook goedkoop, want ze zijn maar €6,99. Dit is het blok Vintage Celebrations. Er is ook een hip blok, maar dat laten we vanmiddag wel weer even zien. Die moet straks weer even binnenkomen. Maar daar kun je dus al dit soort doosjes kun je daar dus mee maken. Zit dus allemaal als uitdrukkertjes zit dat in dat blok. Hoef je niks aan te knippen. Nou, als je denkt ik wil liever een stansmal van een doosje. Dit is de nieuwe giftbag stans van Studio Light. Die kost €13,99. Hij heeft het nummer CD931. En daar heeft Patricia voor ons al deze leuke cadeaudoosjes meegemaakt. Die staan ook allemaal in de winkel. Die kun je natuurlijk lekker komen bekijken. Ook deze week als je daar zin in hebt. Kijk, deze ook. Daar heeft ze dus de achtergrond gestempeld. Dus dat is wel een heel leuk doosje. Ook een beetje een iets groter doosje waar wel echt iets in kan. Dus vaak heb je echt van die in-mini doosjes. Waar je nog geen cadeautje in kwijt kunt. Deze staat hier ook nog in de winkel. Dat is mijn Sinterklaaskaartje. Die heb ik volgens mij ook nog niet in de tikkie laten zien. Hier heb ik ook weer dat Mask Stencil Starry Night gebruikt, dames. Met oxide inkt op de achtergrond. Die video kun je terugkijken. Daarin laat ik ook zien welke kleuren inkt dat ik allemaal gebruikt heb. En ik heb van Mr. Santa van Craftlab heb ik natuurlijk een klaasje gemaakt. En daar heb je dan de Sinterklaas accessoire set van Craftlab bij nodig. Die is €11,99. Er zit ook een losse baard bij, maar ik heb daar gewoon de baard van Mr. Santa gebruikt. En hier ook voor het Pietje heb ik ook weer diezelfde Sinterklaas set gebruikt. Nou, de Rooftop. Dat is een nieuwe collectibles mal van Marianne. Die heeft het nummer Col1559. En daar kun je dus dat dak mee maken met dat schoorsteentje. Er zit ook nog een zak zit erbij. Deze is €14,99 en even een ander kaartje in de stijl van Anouk. Die heeft hem dus op deze manier gebruikt. Dus zoals je ziet kan met Craftlab, kan ook met Marianne design. Net wat je zelf leuk vindt. Verder hebben we natuurlijk in de Sint en Pieten collectie hebben we de nieuwe Creatables mallen. Als eerste de P van Piet. Met de pietenmutsje en een veertje. €9,99. En we hebben de Creatables mal met de letter S. En die is ook €9,99. En wat ook nog een heel leuk artikel is, dat is het nieuwe knipvel van de hand van Eline. Die heeft weer van die achtergrondjes gemaakt op een vel. Avondje van Sinterklaas heet deze. En daar kun je dus weer je collectibles, diertjes, met wat andere accessoires kun je daar ook weer op verwerken als je dat leuk vindt. Het knipvel Avondje van Sinterklaas, die is 80 cent. Kijk, en Anouki had op dit kaartje ook gewoon weer die Rooftop. Die stans van dat dakje ook erbij gebruikt. Dat kan natuurlijk ook, hè? Nou, verder is er nieuw van Marianne deze maand. Hier heeft ze ook weer het dak op gebruikt. Dus echt een hele leuke stans. Een tekenmal van een pietenmuts. Ook met zo'n losse veer erbij. Dus dit is het craft stencil van de pietenmuts van Marianne. Die zijn €3,99. En we hebben van Marianne ook een tekenstencil van een mijter van Sinterklaas. En die is natuurlijk ook €3,99. Dus dat is een beetje de Sint-collectie. Wil je dus iets bestellen, dames? Dan geef het maar gewoon door in de reacties. We laten ze lekker openstaan. We gaan nu in ieder geval tikkie slopen. Nou, wil je dus de combi-deal van de vlok? Die losse poedertjes, dan betaal je geen €29,99, maar €21,99. En je mag ook andere dingen bestellen. We zien het vanzelf wel weer voorbij komen. Zorg dus wel dat je voor zaterdag aan je minimale bedrag van €40 zit. Hè? En dat is natuurlijk het bedrag met de korting er al af. Voor €40 leveren we natuurlijk nog niet Franco. Franco leveren we pas vanaf €75. Dus schrijf zelf goed mee. Wat je bestelt of aan welk bedrag dat je zit, dan scheelt dat ons weer een hele hoop werk. Dus ik dank jullie voor het kijken en ik zeg tot de volgende ronde vanmiddag om 1:30. Doei!